Anita werd geboren op 3 mei 1960 in Bree, in de Vlaamse provincie Limburg. In 1982 huwde zij met Jos en samen kregen ze 3 kinderen. Hun huwelijk liep echter spaak. In 1993 ging Anita een relatie aan met Pierre. Hieruit werd in mei 1995 een dochter geboren. In 2005 beëindigde haar partner de relatie. En dit was meteen het begin van een lange juridische en administratieve lijdensweg voor Anita. Nadat haar relatie met Pierre eindigde, ging Anita's situatie van kwaad naar erger. Ze geraakte mentaal aan de grond en haar leven werd zeer turbulent. Op een gegeven ogenblik werd zij strafrechtelijk veroordeeld. Deze zaak werd volledig verknoeid door Anita's advocaat en Anita werd vele euro's lichter gemaakt. Intussen werd haar huisraad weggemaakt, met inbegrip van de huisdieren van haar dochter. Zo werden het paard en de pony verkocht als slachtvlees en werden de katten opgehaald door het dierenasiel. Na haar verblijf in de gevangenis bleef Anita financieel en materieel geruïneerd achter en dit door toedoen van mensen aan wie ze haar vertrouwen had geschonken. Anita woonde tot enige tijd geleden officieel, in weliswaar weinig comfortabele omstandigheden, op een boot. Maar de boot kwam uiteindelijk volgens de lokale overheid niet in aanmerking als geldige verblijfplaats. Anita werd daarom geschrapt uit de bevolkingsregisters. Door die schrapping kon ze haar intussen vervallen identiteitskaart tot nu toe nog altijd niet hernieuwen. Dit geeft problemen bij de bank, bij de uitbetaling van haar sociale uitkering, bij de ziekteverzekering en bij tal van andere openbare en particuliere diensten. Anita is dus op sommige vlakken een sans-papier, een illegaal in haar eigen land. Sinds 2005 heeft Anita geen contact meer met haar dochter uit de relatie met haar ex-partner. Alhoewel ze op geen enkel ogenblik ooit uit haar ouderlijke rechten werd ontzet, kreeg Anita tot op heden haar dochter niet meer te zien. Het meisje zegt zelf geen contact meer met Anita te willen. Het lijkt daarop dat hier het zogenaamde Parental Alienation Syndrome of PAS speelt, waarbij kinderen onder invloed van een omgeving vervreemden van één of beide ouders, na geruime tijd weinig of geen contact meer met hen te hebben gehad. Van het gerecht kreeg of krijgt Anita geen medewerking om haar dochter te kunnen ontmoeten. Het leven van Anita ging de laatste jaren niet over rozen. Zoals iedereen heeft ook zij natuurlijk fouten begaan. Anita heeft misschien niet altijd de juiste beslissingen in haar leven genomen of op de juiste manier gereageerd op feiten die haar overkwamen. Dit neemt niet weg dat ook haar fundamentele rechten en vrijheden gerespecteerd en gewaarborgd moeten worden. Maar dat is vaak manifest niet gebeurd, integendeel zelfs. Anita is een slachtoffer van het gerecht. Gedurende meer dan 9 jaar vecht ik tegen het onrecht dat me aangedaan werd en wordt. Ik wil met deze film een aanklacht formuleren tegen het gerecht dat mij volledig in de steek gelaten heeft. Politieagenten, advocaten, procureurs, rechters. Van vrijwel niemand heb ik ooit steun gekregen. Het onrecht dat mij is aangedaan, precies door degene die het recht zouden moeten verschaffen, is nooit meer te herstellen. Ik hoop dat de mensen met dezelfde ervaring de moed niet verliezen, net zoals ik. Tot mijn laatste snik zal ik blijven strijden voor mijn rechten. Voor de gerechtigheid die mij tot op de dag van vandaag nog altijd ontzegd wordt.